zorgvuldige formuleren. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal nog zijn. Maar als ik zo de zaal in kijk, het is kantje boord. De mens. Het blijft een raadselachtig wezen, vindt André Manuel. Hoe wordt een mens oorlogsmisdadiger? En hoe wordt hij vredesengel? Wat is het verschil tussen een clown en een president? Bestaat er goed zonder kwaad? En wat doen we met al het grijs? Het zijn vragen waarop Manuel een antwoord vindt in de voorstelling De Zieke Geest, die hij speelt tot en met maart. Het is deel 1 van een drieluik dat wellicht zijn ultieme levenswerk wordt. Want het goddelijke lichaam en de eenzame ziel volgen nog. Maar dat is van latere zorg. Dit is ook een heel mooie manier van kijken. Als je door een plas heen loopt, dan zie je dus... Zie je dat, alles? Ja. Dat vind ik hartstikke mooi. Zie je dat, alles? Een filosoof. Wat heerlijk, of in de niet? Herfst. Ja. Herfstfilosofie. Ik vond het echt zo'n pareltje. Want dat is van een paar jaar geleden. Hè? Deden wij zo'n wandeling. Oh ja, de wandelen doe ik nog steeds. En tijdens het wandelen kom je inderdaad gewoon op allerlei goede gedachten. Ja. Zie je dat alles? Ja. En het is op het goede tempo. Hè? Ik heb vrienden die fietsen heel veel, maar dat gaat mij dan nog niet te snel. Dan zie ik de wereld nog niet zoals ik hem graag wil zien. Ik ben traag. En dan schrijf jij ook terwijl jij... Ja, ik heb altijd een boekje bij me waar ik dingetjes op schrijf. Soms heb ik fladder van teksten, soms heb ik halve liedjes. Soms heb ik alleen maar een grap en dan schrijf ik het op. Of ik vis dus dan stop je echt, vis je dat ding uit je binnenzak? Ja, kan ook tijdens het wandelen kun je ook schrijven, maar dan is het daarna niet meer terug te lezen. Je kan ook gaan inspreken. Wat ik wel een tijd lang heb gedaan, ook tijdens de corona, heb ik ook gewandeld met boeken. Dus tijdens het wandelen lezen. Maar dan bots je overal tegenop. Nee, dat valt nog wel mee. Hoor. Er zijn niet zo heel veel mensen buiten aan het wandelen op het moment dat ik daar aan het wandelen was. Maar op een bepaald moment begint dat ook weer te vervelen. Omdat je dan ook niet om je heen kan kijken. Omdat je dan alleen aan het lezen bent. Dus, ja. Ach, ik maar snap het. Je kunt heel veel dingen tegelijk doen. Hoe gaat het met het goddelijke lichaam en de zieke geest? Nee, ik ben nog in training. Dus ik heb nog een maand of 6. En dan moet het... Maar dan ben ik klaar. Ik speel de zieke geest tot en met... Maart, las ik. April? Ja, begin april is klaar. En daarna ga ik 2 maanden een beetje van alles en nog wat doen. En daarna ga ik naar de Schellingen, waar we net zeg maar waren, met beeld. En dan ga ik try-outen met mijn nieuwe voorstelling. Oh, wat leuk. Ja. Dat is altijd zo voor Oerol? Of gewoon alleen maar try-outen? Ja, het is altijd tijdens Oerol. Maar ik doe al heel lang zeg maar buiten Oerol om in Café de Vijfpoort mijn voorstelling. En dat... bevalt echt donders goed. Dus begin de voorstelling wel en ik eindig hem altijd. Oh ja. Ook in de Vijfpoort. Voor die tijd heb je nog de Twentse eindejaars. Ja. Nog speciale dingen te melden? We gaan met de Twentse oudejaars een beetje terug naar de klassieke oudejaars. Waar Nathalie trouwens ook is. Ja. Nee, maar we willen een beetje terug naar het wordt wat minder theater. Want het is in de loop der jaren wel een beetje dat het ook allemaal met decor en stukjes en rolletjes. Maar daar zijn we een beetje van afgestapt. We willen weer terug naar het hele klassieke schelden op politici. Maar het is tenslotte verkiezingsdag. Ja. Nou ja, jij schrijft de columns. Daar wordt behoorlijk op gereageerd, zei jij zelf. Ja. Ik heb vrij veel oppositie op mijn columns. Maar dat heeft eigenlijk elke columnist op dit moment in Nederland wel. En het probleem is natuurlijk vaak dat je alleen de nogal agressieve reacties heel erg tot je krijgt. En alle mensen die het wel leuk vinden, die gaan het niet op internet zetten van... Hey, ik vond jou wel leuk. Maar krijg je ook echt bedreigingen dan? Ja, en dat lijkt me alleen maar logisch. Van als sommige mensen van D66 al bedreigd worden, wat moet er met mij dan wel niet gebeuren? De man die geen blad voor zijn mond neemt. Nee, maar het is best wel lastig hoor. Omdat natuurlijk, kijk, ik heb het bijvoorbeeld vaak met mensen rondom het Forum voor Democratie. Ik had het met Baudet, die dan door die man met een paraplu op de kop wordt geslagen. En ik denk dan bij mezelf van ja, hij is een Nederlands parlementariër die vanuit het Nederlands parlement de inval van Oekraïne toejuicht. Is het dan raar dat iemand uit Oekraïne op een bepaald moment met een paraplu op de kop slaat? Ik vind het nou wel meeval. Nou ja, en dan schrijf je dat op en dan weet je eigenlijk van tevoren van dit gaat weer helemaal uit de hand lopen. En dan loopt het ook weer uit. Was ook zo. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik ga columns maken die ik ga zingen. Ja. Want dan letten ze niet meer op.
Mensen luisteren niet naar de tekst. Nee, maar je moet het ook zo ingewikkeld maken. Dat, kijk, dat is het probleem met heel veel extreemrechtse mensen. Ze hebben niet echt bijzonder ontwikkeld gevoel voor humor. En zeker als je die grappen dan heel intelligent maakt, dan haken ze snel af. En op het moment dat ze afhaken, hebben ze ook geen zin meer om woedend te worden. En dan ben je daar ook van verlost, hoop ik tenminste. En waar ga je die zingen, waar ga je die brengen, behalve hier op het Spoenpodium? Nou, ik heb deze bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk van plan ben, is om elke week zo'n kolompje te schrijven. En heel erg op het ritme van dat het ook gezongen kan worden. En dat deze heb ik bijvoorbeeld vanmorgen geschreven. En wat ik dus nou ga doen, is de allereerste versie maken. En die neem ik dan, denk de komende week, een keer op in de studio. En die ga ik dan versturen naar mijn andere bandleden. En die gaan dan een beat bij maken. Of die gaan het opnieuw in elkaar draaien. Of die gaan het uit elkaar trekken. Of die maken er een gitaarpartijtje bij. Of die gaan doorheen zingen of schreeuwen. En uiteindelijk heb je binnen een week een nieuw liedje. Heel leuk. Maar punt 1, wij zijn proefkonijn. Ja, zoals altijd. En punt 2... Ik ben hier gewoon aan het werk, hè. Ja, precies. Ja. Punt 2, we moeten heel erg opletten, want het is een slim liedje. Ja, nou ja, dat weet ik. Ja, het wordt een heel slim liedje. Het is natuurlijk, dit is de embryole fase van het liedje. En het komt natuurlijk uiteindelijk gewoon allemaal op het laatste loodjes aan. En dat duurt dan nog een week voordat het helemaal af is. Oh, dat is niet erg. Wij gaan luisteren naar jou. De mensen zijn verbaasd, hooglijk verbaasd, hoe dat het in godsnaam mogelijk is, hoe dat het in vredesnaam heeft kunnen gebeuren, dat het ondanks alles toch weer oorlog is. Hell, oorlog is hell. Maar hoezo, dat het ondanks alles weer oorlog is? Het is ja altijd oorlog. Want er zijn altijd mannen, er zijn altijd vrouwen. Dus zal er altijd gevochten moeten worden door die mannen om die vrouwen. En om de kruimels en om het land waarop we weldra sneuvelen uit liefde voor hetzelfde land. Waarop we sneuvelen uit hebzucht. Waarop we struikelend sneuvelen in door onszelf gegraven loopgraven vol hoogmoed, wel we ons te pletter lopen op een veel te ambitieus en onnatuurlijk verlangen naar onsterfelijkheid. Zodat we in 1000 losse onderdelen, in 1000 losse onderdelen door de avondschemer vliegen voor je God, voor je vrouw, voor je vaderland en een mooie boot en een mooi vliegtuig en een paar hele vrolijke SpongeBob SquarePants pleisterstickers om het bloedend te stelpen. Plus natuurlijk het allermooiste meisje helemaal voor jezelf. Imagine all the people. Hey John. Stelt u zich eens voor, alleen nog maar vrede, vrede, zover je maar kan kijken. Vrede op de stranden, vrede op zee, vrede in de bergen, vrede op Mars, vrede op Venus, vrede in het noorden, vrede in het zuiden, vrede in het westen en in het oosten, in het oosten. In het oosten rommelt het, in het oosten rommelt het zoals het wel vaker rommelt in het oosten, waar de rommelende maagden van de onrendabelen, rommelende maagden van de ongeziene ongehoorden, ze rammelen aan de poorten van de windstreken vol overvloed en dan heb je de wet van de communicerende vaten, wat, waar volksmennes op trommelen, volksmennes trommelen op de communicerende vaten, de propaganda. Ze beloven ons de wereld, ze beloven ons de hemel, ze beloven ons het paradijs. Ze beloven ons het paradijs, ze beloven ons alles als er maar voor gevochten wordt, als er maar voor gesneuveld wordt. En dan is het oorlog, altijd oorlog. Imagine all the people.
te slikken lekker op met je gebroken geweertje. Donder straalt toch op met je vredesduif. De mensen willen vechten, de mensen willen vechten. De mensen willen oorlog, de mensen willen dat het afgelopen is. De mensen willen dat het afgelopen is. De mensen willen met alle geweld. De mensen willen met alle geweld. De mensen willen met alle geweld dat het afgelopen is. Wow, André! Woehoe! Billy, niks meer aan doen.